Ja, jongens, we zitten weer in de auto. De terrassen zaten vol, alles zat vol. Sarella. Lekker hoor. Lekker doen. De zon schijnt, dat is het enige positieve. Een beetje de realiteit is als je 's ochtends je eigen vlog. Good vibes and enjoyment. Ik ben weer lekker getraind. Mijn topje is van Woman's Best, volgens mij. En mijn broek is van Shine. Ja, leuk. Ik ga weer terug. Ik heb echt keihard getraind, oh my god. We hebben net lekker getraind. Na de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een kilo kaas. Ja, we doen de boodschappen, boodschappen, boodschappen. Elke dag weer. Na de supermarkt. Een kilo kaas. Nou, het is super lekker weer. Het lekkere weer komt er gelukkig weer aan. Echt blij mee. Ga zo lekker even wandelen met de honden als het goed is. En nee, niet als het goed is. Wat gaan we doen? Dat gaan we gewoon doen. We gaan het gewoon doen. En we gaan nu eerst boodschappen doen. Dat is echt het leukste uitje ever. Osseborst, spaghetti, speciale honing. We gaan het wandelen met de honden. Want het is prachtig weer. Dus ja. Nou, kijk, we gaan lekker courgettepasta maken. Nou ja, Rachel gaat courgettepasta maken. Ik wil het flikken. Het knoflook is tegen de regen vallen. Even een knoflookje raspen. Kaasraps. Ja, pasta met een vleugje mozzarella. Lekker hoor. Lekker hoor. Lekker hoor. Nou, ik zit nu even lekker op de bank bij mijn zus nog steeds. En ze hebben lekkere munt thee gemaakt. We zijn wel goed verzorgd hoor. Ja. Ja. Deze van die aan, ja. En die gaan weer die aan. Er is zelfs kaarsen aansteken, het kaarshuis. We staan over elkaar staan voor de gezelligheid. Muntsteekje erbij. Kijk. Heerlijk. We zouden eigenlijk gaan sporten, maar we gaan toch even film kijken. Dus ja. Ik heb daarom een sportoutfit aan. Maar ja, niks meegedaan. Het is ook gewoon lekker om gewoon aan te trekken. Om gewoon voor chillings en zo. Dus ja, interessant verhaal. Leef echt door je mobiel heen. Nou, het is vandaag woensdag. We gaan nu onderweg naar de sportschool. Daarna moet ik werken van 4:30 tot sluit. En dan. Het is nu 11:15. We zijn even aan het wandelen met de honden. Ah, je mag lekker vrij. Oh nee, wekker gaat om 4:15. Jezus, wekker gaat om 4:15, jongens. Doe even normaal. Oké, mensen, ik durfde eigenlijk niet te vloggen, maar dit is de realiteit. Kijk hoe ik eruit zie. Ja, luister, de laatste tijd draag ik echt gewoon bijna iedere dag make-up. En als ik dan zonder make-up voel, ik me echt. De zon schijnt, dat is het enige positieve. Weet je wat de realiteit is? Als je 's ochtends je eigen vlogt, als je net uit je nest bent en tot 4:00 ben bezig zuipen. Nou, dan lijkt ik wel een spook. Ja. Ghost whispers. Ghost. Ik heb alvast eventjes mijn haar gesteld. En dan ga ik dadelijk mijn make-up doen en omkleden om te sporten. En mijn eigen opmaken, want we gaan naar de munt. Ik ga even lekker poelen. En heel, ik weet niet, voor de mensen die honden hebben, vinden jullie het ook altijd zo irritant dat de hondenhaar aan je kleding blijft kleven? Kledingbank, overal. Overal blijft aankleven en dan kan je het schoonmaken en zo, maar dat heb geen zin, want het blijft er aankleven. Weet iemand nog tips daartegen, behalve die roller dan? Die roller die hebben wij gehad, maar die moet je iedere keer nieuwe dingetjes kopen. Maar misschien iets van een stofzuiger, een mini stofzuiger. Die de hondenharen van je lijf afhaalt of zo. Want dit is echt verschrikkelijk. Hij heeft er weer geen zin in. Hij heeft er weer geen zin in. Even jou is mond. Nou, we zijn nu lekker in de sportschool. Lekker even fit sporten. En dan gaan we daarna naar de munt. Want ja, we moeten ook wel iets doen voor onze vrije tijd. En ik ben aan de beurt, denk ik, of niet? Ja, dit heb ik aan voor de munt. Ik heb geblurred trouwens, maar het is eigenlijk gewoon zo'n body met, ja, met glittertjes en doorschijnen. Dus ik wil het niet op YouTube zetten. Ik wil er wel mee lopen in het echt, maar niet op YouTube zetten. Ja, ik weet het, onlogisch, maar je snapt wat ik bedoel. Ik vind het een beetje te. Dus ja, daarom, het is gewoon een body. Dit gaas loopt tot en met onder je borsten. En het is echt, die body is echt, ik vind hem echt
heel mooi. Maar ik weet alleen niet van waar die is. Ik geloof zelfs nog van de... Volgens mij van de oude collectie van de Zara. Ik weet het niet. Of Bershka bedoel ik. Een van die twee in ieder geval. Ik wacht nu op Jason. Die komt naar mij toe. En dan gaan we lekker eventjes spoelen. En ik heb zin in een wijntje. Ik weet dat ik heb net gesport. Dat is niet goed, maar... Een wijntje kan geen kwaad. Meestal. Nou jongens, we zitten weer in de auto. De terrassen zaten vol. Alles zat vol. De munt zat vol. Dus we gaan... Ik ga even om, anders blijf ik straks... Ja, we staan in de file bij de parkeergarage. Maar... Ja... Dat schiet ook niet op. Maar we gaan dus naar Nieuwe Tijd in Herwijnen. Eventjes een drankje doen en dan gaan we naar bed. Gaan we even doen en dan gaan we lekker naar onze bed en dan gaat Jace morgen voetballen en ja. Was er niet besloten vanavond? Nee, er stond dat er karaoke was en daarna een disco, dus was niet besloten. Leuk man, honden uitlaten. Hij heeft er echt zin Lofie, in. Kom. Ja, ja zo, nu komt hij ineens wel, hè? Dan gaan we 10 meter. Ja, gaat hij weer. Kijk. Kom. Eigenwijze troll jij. Ik dacht, ik ga even in alle stilte zo'n zalmstik voor de honden pakken. Maar zij hebben het al gelijk door. Zij krijgt een kleinere omdat ze kleiner is. En Rob krijgt een grotere omdat hij groter is. Maar ook hij heeft het alweer door, hè? Kijk hoe schattig. Even alsjeblieft niet op mijn hoofd. Maar ik ben de vaatwas gaan uitruimen. En ik ga zo eventjes kammen. Lekker. Even kammen. Evie, doe eens niet. Doe eens niet. Ik lijk wel Roelien van Gooise Vrouwen, man. Ik heb net even mijn make-up gedaan. Ik heb mijn lippen nog niet gedaan, dat zie je wel. Maar ik ga nu even eten. En dan ga ik werken. Ik zit nu in de auto, ik heb net gewerkt. Jason is even een pizza halen. En dan gaan we even chillen. Mijn haar is echt vet. Maar ik heb het gisteren en eergisteren expres niet gewassen. Omdat ik het wou stylen. En dan blijft het 3 dagen stijl. Dat is echt fijn. Maar ja. Jason is nu pizza halen. We staan echt op een hele onhandige plek. Maar het kan even niet anders. Het was geen plek meer. Maar daarna gaan we met Ricardo chillen. En dan gaan we daarna lekker naar bed. Morgen weer sporten. Dit weekend hebben we rustig aangedaan. Eigenlijk alle weekenden de laatste tijd bijna, best wel. En dan gaan we volgende week weer voor het eerste keertje uit na 3-4 maanden. Dus dat is weer even wennen. Maar wel gezellig. Goedemorgen allemaal. Nou ja, over een half uur is het middag. Maar het is nu 12 uur. We gaan sporten. Het is zondag. En ja, we hebben dit weekend niet echt heel veel bijzonders gedaan. Eigenlijk alleen maar... bezig geweest met fit sporten, jongens. Fit sporten, daar word je echt goed van. En ja, volgende week gaan we dan weer een keertje wat drinken. Maar ja, Jason heeft gehold, dus ik heb het even gehaald. Is niet netjes, hè? Nee, een grapje. Maar goed, ja, we gaan nu lekker sporten. Ik heb er echt wel zin in. Alleen ik heb billen, daar heb ik minder zin in, want dat is echt een zware training. Vind ik. Minder zware training. Nee, een zware training. Jason chaved. Rug. Lekker man. Ja, ik heb gisteren rug gehad. Jullie al. Of gisteren en gisteren.
Ik ben nu nog even aan het wandelen. Oh mijn god, ik ben aan het wandelen in het park. Hier ging ik vroeger altijd chillen. Maar ja, ik heb zo lang niet gewandeld. Terwijl het best wel lekker is eigenlijk. Ja. Dus. Maar ja, hierna ga ik lekker douchen. Lekker mijn haar wassen. Lekker niks doen. En ja. Ik denk dat dit het einde van mijn vlog is. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Ja, ik wilde eigenlijk een haarroutine doen al heel de week. Maar ik denk, ik was mijn haar heel de week gewoon. Ja, nee, niet heel de week. Ik was mijn haar gewoon 3 dagen niet. Want ik had het gesteld en dan blijft het zo stijl. Dus ja, dat dus. Ik was heel even vergeten dat ik het syndroom van Raynaud heb. Dus heel mijn handen zijn blauw. Dan wordt het dadelijk helemaal wit. Maar ja, hè? We doen alles voor het, ja, voor het gezonde leven. Een soort van, nee, gewoon niet. Ik kon nu al naar huis.